Je kan bijna geen zender meer opzetten of er zijn wel typetjes te zien. Mien Dobbelsteen en in Koefnoen en ongeveer 88 verschillende figuren in de tv-kantine. Het AD gaat op zoek naar het leukste typetje van Nederland. Bonjour, mijn naam is Marc Forno. Oh, ik ben gebroken, Geert. Het is toch heel erg prijzig, heel erg duur met al die acteurs. Het tv-typetje is gewoon hot. Er zijn tal van programma's waarin zeg maar, mensen, bekende Nederlanders, gepersifleerd worden. Maar ook zoals in Draadstaal, waarin zeg maar, een bevolkingsgroep op de hak wordt genomen. Er is bijna geen zender dat, zeg maar, dat niks met typetjes doet. Dus dit is volgens ons het moment om eens een keer te meten wat het Nederlands publiek nou eigenlijk het allerleukste typetje vindt. Van de tv-kantine tot Koefnoem, van Tante S tot Mien Dobbelsteen, acteurs en cabaretiers laten zich met liefde naar de schminktafel sturen voor hoge kijkcijfers. Maar wat is een typetje nou precies? Een typetje is zeg maar het vet aanzetten van menselijke eigenschappen. We kunnen er eigenlijk drie onderscheiden. Ten eerste is er zeg maar de persiflage van de bekende Nederlander. Denk bijvoorbeeld aan Geer en Goor. Hofstadgroep, goedemorgen. Nee, Mohammed B. zit even niet op zijn plekje. Dan heb je zeg maar een no-nonsense typetje van André van Duin, die gewoon een petje opzet en een pruik en gewoon heel lollig is. En dan heb je ook nog de edele kunst van het neerzetten van een bepaalde bevolkingsgroep. Zoals in debiteuren, crediteuren gebeurde. Goeie smorgen, juffrouw Jannie. De redactie van de krant heeft uit de rijke Nederlandse tv-geschiedenis 100 typetjes verzameld waar het publiek op mag stemmen. Carlo Boshart en Irene Moor staan dankzij hun tv-kantine met 5 verschillende persiflages in de lijst. Ik vind het gewoon leuk dat we ertussen staan. Het is heerlijk. Voor Irene leuk, voor mij leuk. Ja, het is een eer. Maar ik hoop wel dat we dan bij de laatste 10 komen. Maar wat maakt nou een goed typetje? Als je een bekende Nederlander imiteert, dan moet het ook wel een beetje lijken. Als het niet lijkt, dan moet het heel erg over de top zijn. Nou kijk, wij hebben er nu, ik geef je de primeur, ik denk 84 toch gedaan. Maar niet alles lijkt. Maar dan moet het weer om te lachen zijn. Als ik maar een glimlach krijg. Als u wilt stemmen op uw favoriete typetje, ga dan naar onze site shownieuws.tv. Snap je nou een beetje? Ja, het is iets met... ik begrijp het. Die waren ook helemaal te gek. Ik vind het heel moeilijk kiezen, denk ik. Ja, zeker.